Denken jullie dat de voornaamste bedreiging zit? Laat ik het al even bij jullie leggen. We hebben de keuze tussen de Italiaanse verkiezingen, beleid van de centrale banken, problemen in Oost-Europese landen binnen de Europese Unie, of nou, Trump gaat gek doen. Centrale banken. Duidelijk centrale banken. Als die inflatiezorgen daadwerkelijk komen, zullen ze wat eerder op de rente moeten gaan staan. Dat is iets wat we weten. Nee, want er zijn nog geen inflatiezorgen. Dus als die inflatiezorgen er komen, zullen centrale banken meer op de rem gaan staan dan dat ze nu doen. En trouwens, in het geval van de ECB geven ze nog duidelijk gas. En zijn ze nog helemaal niet aan het remmen. En dat zal een verhoging van de rente en dat zal wel een probleem worden. Lucas? Ik ga voor Trump. En dat is vooral omdat iedereen denkt van ja, die man heeft al zoveel gekke dingen gedaan. De beurs heeft er niks mee gedaan. Dus daar kijkt niemand naar. Nou, juist als je niemand het meer verwacht, dan zal je zien dat er iets gebeurt. Maar wanneer je hebt dit jaar heb je natuurlijk de verkiezingen in Amerika. Dan is het mogelijk dat het congres weer in handen komt van de Democraten. En dan kan je dus inderdaad de stappen gaan krijgen dat Trump afgezet gaat worden. Dus ik hou niet dat ik dat denk, hè, maar goed, de mogelijkheid is er. Dus ik vind Trump de leukere optie. En uit het lijstje, Bob, wat ga jij doen? Nou, uit het lijstje helemaal niks. Want ik zie geen van die dingen als een bedreiging. Wat ik nog de grootste bedreiging vind, is dat beleggers eventjes te sentimenteel worden en nu heel euforisch. Maar er komt ook weer een dag dat economische groei misschien eventjes een paar maanden tegenvalt. Dat iedereen zegt, oh ja, die 3%, dat kon natuurlijk ook niet. Want we leven in secular stagnation. Hè. De groei is voor eeuwig laag. En dan gaan weer heel veel mensen dat geloven. Krijgt die beurs ook weer zelf invloed via het welvaartseffect op die economie. En dan kan je ook wel eens gewoon even voor een nare verrassing komen te staan. RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.